zaterdag 5 augustus 2023. Goedemiddag, lieve mensen. Ik kom naar thuis. Ik was in de ochtend al op pad geweest om een leuke kussen te kopen. En ik heb deze gekocht bij de Jisk. Ja, het is een hele mooie Kronenborg of de D-Mark heet dat kussen. En deze was een goeie en die was niet zo duur, zeg maar. Ik was eerst naar de Limbakken gegaan, toen naar Beter Bed. Allebei niks kunnen vinden. Toen ben ik naar de Beddereus gegaan, ook niks kunnen vinden. Naar mijn zin, zeg maar. En toen kwam ik bij de Jisk en daar had ik wel een leuke kussen gevonden, zeg maar. Ik ben er super blij mee. En dit is mijn lunch voor vandaag. Ik heb een broodje bij de Subway gehaald. Chicken teriyaki. Om uit te proberen. Kijken of dat ook heerlijk is. Dus dat is dan mijn lunch voor vanmiddag. Ik ga zo meteen nog wat drinken pakken. Siroop. Ga ik drinken. Ik wens jullie een leuke, fijne zaterdag toe. Geef deze shopvlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat ook een mooie, leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende shopvlog van mij. Houdoe. Power Girl. Groetjes. Zondag 6 augustus 2023. Goedemorgen, lieve mensen. Ik kom net thuis van de Plus. En ik heb weer boodschappen gehaald. En laat ik aan jullie zien. Nou, ik heb siropen gehaald van Slimpy. Bosvruchtensmaak, 0% suiker. Bortelen voor de konijnen. Dat heb ik gehaald. Ik heb komkommer gehaald. Ook altijd wel heerlijk. Ik heb borrelnootjes gehaald van de duinvis. Ik heb zoutstengels gehaald van Bolletje. Ik heb pita broodjes gehaald. Ik ga vanavond broodje kipshawarma eten met knoflooksaus. Ik heb 2 keizerbroodjes gehaald voor de lunch. Nou, deze tas is leeg. Even kijken. Schnitzels heb ik gehaald. Voor morgenavond. Ik heb perzikyoghurt gehaald. Voor mijn ontbijt. Ik heb optimaal gehaald. Mango passievrucht smaak. Is dat? Zo, die zijn ik even zo weer. Ik heb 2 keer een klein zakje sla gekocht. Nog een zakje sla. Ik heb een klein zakje prei gehaald. Ik heb gekookte aardappelen gehaald, kruimen. Ik heb kip shawarma gehaald voor vanavond. Ik heb dit is gehakt grillworst. Heb ik gehaald voor op een broodje voor vanmiddag. Ik heb kaas gehaald. Ik heb ham gehaald voor op brood. Zo, deze kooltas is leeg. Nou, ik heb sherry zero gehaald. Een grote fles. Ik heb melk gehaald voor bij de stampot te doen. Zo. Ik heb tomaatjes gehaald. Ik heb soep gehaald. Kuppensoep tomaten. Ik heb kleine broccoli gehaald voor de konijntjes. Die neem ik morgen mee. En ik heb groentesoep gehaald. Zoals je ziet, dit waren mijn boodschapjes. Ik wens jullie een leuke, fijne zondag. Geef deze shopvlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat ook een mooie, leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende shopvlog van mij. Houdoe! Power Girl! Groetjes! Laat ook een blauw duimpje omhoog achter.
Abonneer op mijn kanaal en laat ook een leuke reactie achter.